altijd blijven vechten in het leven. Altijd blijven vechten en doorzettingsvermogen. Ik wil niet zeggen dat je achter staat, dat je dat moet ophouden. Heeft gezegd, dat is van alles en zo. Ja. Die was voor mij heel simpel een tweede papa hier op school. En voor mij in het leven ook. Die heeft heel veel levensles gegeven aan mij. En ik zeg u, al de speeltijden, 3 jaar aan een stuk. We hebben altijd veel, veel gebabbeld. In plaats dat ik op de speelplaats was, nee, ik was bij meester Gornhard hier in deze klas. Ik heb ook veel mijn problemen verteld. En die heeft dat ook naartoe geluisterd, die heeft veel advies gegeven. Ik heb ook veel gedaan wat dat hij vroeg. Ja, dat was een ongelooflijke band. Die kon heel goed vertellen over zijn les, vond ik. Als je iets niet begrijpt, dan kon hij dat op een heel andere manier uitleggen. Met ik weet niet hoeveel geduld, niet te haastig, maar allemaal traag uitleggen, zodat je het allemaal heel goed begrijpt. Geduld en kunnen praten. Kunnen luisteren, zoals meester Hornhard. En daardoor vind ik dat toch wel de beste leerkracht dat ik ooit al had in heel mijn leven. Ik ga nooit meer zo iemand vinden zoals meester Hornhard, nooit meer. Moest hij nog leven, misschien was hij mee naar Rio als supporter. En ja, die ging heel content geweest zijn over mij. Daar ben ik zeker van, 100%.